Goedemiddag, welkom bij iTanks, welkom bij het eerste webinar in de serie um, Verduurzaming die we organiseren voor het Klein-MKB in Rotterdam in het programma MKB 010 Next. We hebben een onderzoek gedaan onder het MKB om te kijken waar uh, MKB'ers in de maakindustrie, in de maritieme sector, in twee, tussen 2 en 49 werknemers uh, uh, aan denken, mee stoeien, als het gaat om verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Dat past ook bij die opdracht van MKB 010 Next. En er zijn een aantal onderwerpen. Om te beginnen, nou het zal jullie niet vreemd zijn, de energiekosten die, die vliegen door het dak. Dus hoe kun je nou in de metafoor, hoe kun je nou van het gas af, hoe kun je voorkomen dat die kosten echt de pan uitreizen? Daar gaan we vandaag over praten. Er zijn vragen over hoe je anders je ontwerpen kunt doen. Moet je alles wel uit staal maken of kan het ook met composieten? Moet je het knetterdik doen of kan het eigenlijk veel slimmer? Moet je het uit één boek staal frezen of kan je het ook 3D printen? Dat soort zaken dat pakken we over twee weken beet. En het derde webinar gaat over circulariteit. Dat is een heerlijk begrip wat eigenlijk niks betekent, maar we proberen daar uh, over twee webinars wat meer inhoud en handvatten voor te geven. En aan het eind van de rit, de, het vierde webinar in deze serie, kijken we hoe je die plannen ook kunt financieren. He, wat voor regelingen zijn er beschikbaar om, uh, um, uh, om de dingen die je de eerdere webinars hebt gehoord, ook echt aan de gang te krijgen en om jou te helpen om uh, die verduurzaming echt vaart te geven. Dat gaan we nog een keer doen voor digitalisering. Maar daar gaan we jullie later wel over lastig vallen. Uh, nogmaals, welkom bij het webinar. Uh, we hebben een mooi programma vandaag voor jullie. Uh, de introductie, daar ben ik, Mark Oosterveer, uh, operationeel directeur bij ITanks. Maar veel belangrijker is dat we vier tastbare voorbeelden hebben van dingen die je nu kunt kopen om morgen weer aan de slag te gaan om je energiebesparing en je verduurzaming op de rit te krijgen. Met een hele belangrijke drijver, namelijk uh, je portemonnee. Iedereen, niemand is tegen het milieu, maar het gaat toch harder als je er een beetje aan kunt verdienen. En om daar uh, 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 vaart in te maken, hebben we vier uiteenlopende oplossingen. Die eigenlijk heel veel met elkaar te maken hebben. We beginnen straks met Niel, die is van uh, Sensorfect. En die helpt je om je energieverbruikers, om je grootverbruikers in beeld te brengen. Want als je weet waar de, uh, waar de, waar de energie verbruikt wordt, dan kun je dat daar ook aan gaan pakken. Om um je gebouw heen of om je installatie heen heb je een gebouw. En dat gebouw uh, wordt met de jaren steeds beter geïsoleerd. Maar dat betekent niet dat dat hoeft geen verbetering te zijn. Isolatie is niet zozeer beter. Je moet zorgen dat de energie, bijvoorbeeld de zon, die inmiddels acht maanden per jaar schijnt, uh, niet je pand op kan, kan warmen. Maar zorgen dat die warmte en die straling buiten blijft. Nou, uh, uh, Ton van Ulden van uh, uh, RoofClix, die hebben daar een heel modulair. Snel en simpel toepasbaar systeem voor wat zowel zomers als winter helpt om, uh, om te zorgen dat je pand een mooie stabiele temperatuur heeft zonder dat je dat met elle, lage, uh, elle dikke lagen uh, uh, isolatieschuim gaat isoleren. Dat is nergens voor nodig. Tom vertelde straks meer over. Als je dan uh, zo'n dak uh, hebt wat mooi uh, de zonnestraling buiten houdt, kan je alsnog met die zonnestralen aan de gang. En daarvoor zijn de mannen van. van de, uh, uh, Venveld hier, die hebben een PV-paneel, uh, 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 dat is eigenlijk een paneel, het is een buis, die warmte oplevert en elektriciteit in die volgorde. Dus dat is een dubbele winst uit dezelfde zonne-energie. En op zo'n dak van Roofclix levert dat nog eens een keer extra op, daar gaan zij over vertellen. Dus dan heb je je proces in beeld, je hebt je pand, uh, uh, ga je slimmer benutten. Maar ja, je rijdt ook buiten. En de, het wagenpark wat je daarvoor hebt, dat zijn misschien nog diesels. Zijn misschien nog benzineauto's? Nou, ga maar lekker tanken, dan weet je wat het kost. Zijn daar nou ook geen andere uh, vormen voor? Nou, die zijn er. En uh, Liebert Hoed van Mobility Heroes, die komt uitleggen hoe zij bedrijven helpen hier in Rotterdam met hun mobiliteitsoplossingen. En um, een uur verder, nou, heb je vier verhalen gehoord, weet je meer? Dan heb je wellicht vragen. Die heb je hopelijk al gesteld in de chat. Je ziet dat uh, mijn collega Tom die houdt die chat in de gaten. We sturen de sheets na. En mocht je meer willen weten, nou, dan kun je de contactgegevens van die partijen die hier vandaag staan te presenteren, kun je terugvinden. Um, en mocht je ze niet kunnen vinden, nou, bel ons dan, dan helpen we je om in contact te komen. Maar gebruik nu het uur vooral om je nieuwsgierigheid een beetje te stimuleren en hopelijk ook te antwoorden te krijgen op de vragen die je hebt. Vind je er wat van? Nou, geef het gerust door in de chat. Ik pak dat zo op en dan stemmen we het af met de sprekers. Ik heb genoeg gesproken. Uh, Niel, jij bent van Sense Effect. Jij zit nu je microfoon live. Ik geef je de, de officiële klikker. Ja, wel. Ik vertel wel. aan het einde nog even welke evenementen we nog meer hebben, want die sla ik altijd over in de, in de sheet. De floor is yours. Ja, dank u wel. Uh, allereerst aangenaam allemaal. Uh, Nieuw en van uh, SensorFact. Um, ik ga jullie vandaag even uh, ja, kort wat vertellen over wat wij doen als bedrijf, uh, waar we voor staan en uh, ja, hoe dat er ook allemaal uitziet. Um, even kijken of die werkt. Ja. Korte introductie. Nou, we hebben eigenlijk een uh, slim energiemanagementsysteem ontwikkeld speciaal voor de industrie. Um, speciaal voor de uh, maakindustrie. Dus we zitten echt in alle verschillende soorten industrieën. Van uh, bedrijven in de betonindustrie, plasticindustrie, maar ook bijvoorbeeld vleeswerkers. Overal eigenlijk waar veel energie wordt verbruikt, daar uh, zijn we actief. Uh, nou, we zijn in 2016 begonnen met uh, uh, ja, op dat moment uh, ja, een klein groepje. Ik ben zelf, tweeënhalf uh, jaar geleden, ben ik aangesloten. Toen zaten we met ongeveer. Ja, ongeveer 20, 22 man. En nu uh, 2,5 jaar verder zitten we met uh, 108 medewerkers. En er zijn vandaag uh, 26 nieuwe mensen begonnen. Dus we groeien echt uh, heel snel. Uh, uiteraard hebben we de energieprijzen, dat, uh, ja, dat doet voor ons goed. Maar ik ben ervan overtuigd dat we ook gewoon een goed product hebben. Uh, en we zijn in 40 landen actief. Nou, aan de onderkant van de slide zien jullie een aantal grote multisite projecten waar we ook mee bezig zijn. Maar um, over het algemeen. Werken we het meeste eigenlijk met MKB-bedrijven samen. omdat we juist daar zien dat de vraag naar uh, ja, energiemonitor heel groot is. Alleen, ja, bedrijven weten gewoon niet zo goed waar ze moeten beginnen en hoe ze dit moeten oppakken. Dus wij helpen bedrijven daar gewoon een eerste stap in te nemen om te laten zien van nou, wat gebeurt er nou eigenlijk binnen de plant. En uh, ja, wat we veelal zien, is dat bedrijven eigenlijk alleen de totaalrekening ontvangen van de leverancier en dat zit. Nou, waarom uh, energiebesparing? Uh, nou, uh, dat hoef ik uh, denk niet uh, uit te leggen. De, de energieprijzen gaan natuurlijk ontzettend hard omhoog. Uh, ook de wet-, en, wet en regelgeving wordt steeds strenger. Dus bedrijven die, die willen er ook wel graag iets aan doen. Uh, maar ze moeten eigenlijk ook uh, ja, gewoon meer inzicht krijgen in het verbruik. Nou, uh, met wie hebben wij vooral contact? Dus, uh, een planmanager, een maintenance manager. Dat is eigenlijk heel verschillend per bedrijf. Um, ja, er zijn verschillende contactpersonen binnen bedrijven die verantwoordelijk uh, zijn voor deze topic. Um, nou, wat is belangrijk voor bedrijven? Uh, nou, de uptime van, uh, van het machinepark is natuurlijk belangrijk. Um, bedrijven willen niet dat we kabels open gaan knippen van bijvoorbeeld machines. Dat is ook niet wat we doen. Um, en wat we vaak zien is dat bedrijven dus geen inzicht hebben. Maar misschien nog wel het belangrijkste puntje waar ik zo op terugkomt: is geen tijd. Uh, ik kom ook bij heel veel bedrijven over de vloer die bijvoorbeeld uh, dure hardware hebben hangen, uh, die ze bijvoorbeeld in het verleden hebben gekocht. Uh, maar ze hebben geen tijd om die data ook daadwerkelijk te analyseren. Dus dat is ook het puntje uh, wat we ook oppakken. Uh, even kijken. Yes. Nou, de oplossing wat, hebben, wat hebben wij ontwikkeld? Uh, we hebben onze eigen hardware ontwikkeld, onze eigen software. En we hebben ons eigen consultancy team. Uh, allereerst ga ik even de hardware laten zien. Even kijken. <coughs> nou, <coughs> dit is eigenlijk de sensor die we hebben ontwikkeld, uh, die sensor die werkt op inductie. Dus wat we eigenlijk doen is dat we die sensoren om de voedingkabels heen klikken in het machinepark. Um, het enige wat we eigenlijk van bedrijven nodig hebben is een, een lijst met uh, wat bedrijfsinformatie, uh, de, de namen van de machines, de namen van de groepen en de afgezekerde vermogens. Zodat wij alles voor, kunnen voorconfigureren voor de bedrijven. Uh, dat doen we zowel voor de hardware als de software. Dus het enige wat je eigenlijk hoeft te doen uh, is in de schakelkast even die sensor om de voedingkabels klikken. En we zijn al live. Dus er is verder geen downtime en geen installatie verder uh, nodig, want hij haalt zijn voeding uh, uit de kabel zelf. Ik heb hier één klem in mijn handen, maar één uh, sensor wordt altijd aangeleverd met drie klemmen, zodat we de drie voedingkabels apart kunnen monitoren. En uiteraard hebben we deze ook in verschillende groottes. puur aan de hand uh, van de afgezekerde vermogens van de machines. Dus zowel groter als kleiner. Dat is eigenlijk de sensor, plug and play. Um, ja, wij zeggen altijd tegen de klanten. Uh, inclusief een bakje koffie ben je binnen een uurtje klaar met de installatie. Um, dan hebben we de bridge. Uh, de bridge is eigenlijk letterlijk de, de brug tussen de sensor en de software tool. Dus die bridge die stuurt alle data door. Um, en die bridge kan in een omgeving van 15 meter kan die alle data van alle sensoren in die omgeving doorsturen. En dat is in totaal 30 meter. Dus uh, als je bij wijze van spreken een productielijn hebben van 30 meter, zouden we dus die bridge in het midden kunnen plaatsen. Uh, en heb je alle data direct van alle van alle meetpunten uh, maar wat we vaak zien is dat we de sensoren gewoon in de schakelkast kunnen hangen um, waardoor we dus meerdere sensoren op één bridge kunnen plaatsen um, vergeet ik daar iets bij te zeggen nee ja dat is eigenlijk belangrijk om te weten uh, die bridge moeten we wel even connecten dat kan gewoon via de wifi als jullie uh, als er wifi is in productie kunnen we gewoon op de wifi of een gasten wifi uh, is er is er een slechte wifi of is er geen wifi kunnen we ook een ethernet kabel uh, inpluggen of eventueel gewoon via een sim kaartje dus dan zitten we eigenlijk gewoon op de 4g zelfs als bij de mobiele telefoon dus dat is eigenlijk de hardware uh, plug and play heel simpel te installeren uh, en wat ik al zei binnen een uurtje kan je eigenlijk live gaan en dan kun je gewoon weer focussen op je productie en andere projecten en dan gaan wij op de achtergrond aan de slag voor de bedrijven om die data uh, te, te analyseren um, ja, dan de software tool. Uh, nou, hier zien jullie eigenlijk een, een screenshot van de software tool. Uh, dat is eigenlijk een open web applicatie, dus hier hoeven bedrijven ook niks voor te downloaden. Je kunt gewoon naar de website link gaan, je krijgt je eigen inloggegevens en je kunt direct inloggen. We kunnen ook verschillende uh, inloggegevens uiteraard aanmaken, dat is geen probleem. En, uh, ja, dit is een demo-account, dus aan de linkerkant uh, staan er uh, verschillende industrieën. Nou, als we die machines aanklikken, zien jullie eigenlijk direct die data verschijnen. Um, maar je hoeft natuurlijk geen expert te zijn om aan de hand van deze data al ja, heel interessante grafieken te zien. Uh, machines die bijvoorbeeld uh, onbelast aan te draaien, uh, stand-by power of, power of idle power, zoals ze dat zo mooi noemen. Maar ook bijvoorbeeld persluchtlekkages. Uh, machines die, die na nou verloop van tijd steeds meer gaan verbruiken om dat op een staan te presteren. Uh, of bijvoorbeeld er moet heel simpel uh, een filter vervangen worden. Nou, dat is allemaal data die eigenlijk een lager aan het fruit dat je al heel snel eruit kunt halen. Um, hier zien jullie de data van een week. Nou, we kunnen ook gaan inzoomen op die data. Als je met je muis uh, klikt en naar rechts sleept, kunnen we ook echt inzoomen op die data tot op de minuut nauwkeurig om ook echt data te gaan valideren. Dus wij kunnen natuurlijk heel veel gaan roepen aan de hand van de data wat we vinden. Maar daarom gaan we ook in gesprek met de bedrijven. Dus we hebben elk kwartaal hebben we een gesprek om die data ook daadwerkelijk te valideren, aan de hand van wat er ook daadwerkelijk in productie gebeurt. Um, want als wij bijvoorbeeld bepaalde besparingen vinden of investeringen die interessant zijn, dan moet het bijvoorbeeld mechanisch ook wel mogelijk zijn. Dus ja, um, dat is de software tool. Uh, even kijken, uh, kan die nog heel even openen, de software tool? Ja, top. Uh, nou, met die data kunnen we, uh, kunnen we dus heel veel. Je kunt ook die data zelf exporteren naar een CSV of png veld. Um, dus ja, dan kun je gewoon zelf bepaalde data kun je integreren. We kunnen dat ook automatisch voor, je, voor bedrijven doen. Dus als jullie bijvoorbeeld een bepaald rapport willen met verschillende data wekelijks in jullie mail. Zodat jullie gewoon dat uh, direct met bijvoorbeeld een collega of met management willen bespreken. Kunnen we dat automatisch doen? Um, even kijken. En als je op energiebalans klikt, kunnen we dus ook alles uh, laten zien in euro's. Dus als we bijvoorbeeld voor deze periode op energiebalans klikken, dan zie je ook daadwerkelijk welke machine. Uh, wat verbruikt heeft, maar ook daadwerkelijk de kosten daarbij, zodat je ook echt euro's kunt hangen uh, aan elke data en elke mogelijke besparing. En als we dan één knopje naar links gaan bij energie, dan um, kunnen we dus ook de pieken inzichtelijk maken, waarbij we dus per machine kunnen laten zien uh, welke pieken er worden gehaald. Uh, dat noemen ze eigenlijk een stukje pieksaving, wat ook steeds uh, belangrijker wordt binnen bedrijven. Iedereen heeft een bepaalde capaciteit aan de hand van het net en sluit een contract af tot welk vermogen je mag gaan. Maar je wordt eigenlijk constant afgerekend op de hoogste piek die je haalt. Of je die nou één keer haalt, of meerdere keren. Uh, de hoogste piek, daar wordt je op afgerekend. Dus door inzichtelijk te maken welke machines verantwoordelijk zijn voor die pieken, kunnen we ook bepaalde protocollen gaan optimaliseren, uh, zodat we die pieken kunnen minimaliseren. En zo kun je ook weer gaan kijken aan de hand van het contract, of je misschien je productie kunt, uh, uh, je capaciteit kunt gaan uh, bijplaatsen, uh, of dat je misschien je contract iets lager gaat afsluiten, omdat dat eigenlijk helemaal niet nodig is aan de hand van de kosten die je nu maakt. Um, ja, dan nog een stukje consultancy. Um, nou, wat wij dus eigenlijk doen als bedrijf is dat wij um, naast de hardware en software leverancier hebben we dus eigenlijk ook onze eigen consultants. Dus elk bedrijf waar we mee samenwerken, die krijgt eigenlijk een eigen consultant die gespecialiseerd is in zijn of haar industrie. En die ook daadwerkelijk die data constant gaat analyseren. Wij hebben namelijk algoritmes ontwikkeld in de software tool. Die na een aantal weken leren die een productieproces kennen van een, uh, van een, van een bedrijf en van een productieproces. Dus als we, dan gaan we na een aantal weken gaan we in gesprek om die data te bespreken en om de doelen te bespreken van beide kanten. En vervolgens uh, gaan onze algoritmes ook het werk doen. Dus die kunnen dan ook automatisch afwijkingen detecteren. Omdat we op een gegeven moment weten wat er gebeurt. Nou, als er bijvoorbeeld persluchtlekkages voorkomen, kunnen we die automatisch detecteren. Maar wat ik net zei, als machines bijvoorbeeld steeds meer gaan verbruiken, kunnen we dat ook detecteren. En daarom hebben we een energieconsultant die dus constant in contact is, zodat we die acties ook kunnen gaan uitvoeren en niet een rapport aanleveren, uh, die vervolgens bijvoorbeeld ergens linksboven bij de directeur op het uh, bureau belandt. Nee, we willen onszelf zo vaak mogelijk gaan terugverdienen, zodat het voor bedrijven ook echt uh, ja, een reden is om bijvoorbeeld een langdurige samenwerking aan te gaan. Um, maar zodat je ook echt kunt zien wat je aan de energiemonitoren hebt. En wat je aan die data hebt. Daarnaast kunnen we ook alerts gaan instellen. Dus als er bijvoorbeeld iets gebeurt in productie wat niet zou moeten gebeuren. Of iets wel gebeurt wat niet zou moeten gebeuren. Uh, kunnen we ook alerts in gaan stellen. Waar we ook tijdsperiodes aan kunnen gaan hangen. Zodat je gewoon via de e-mail, uh, sms of whatsapp. Omdat dat de snelste communicatievorm is op uh, dit moment. Kun je gewoon een bericht ontvangen. Dat er iets bijvoorbeeld gebeurt uh, wat niet zou moeten gebeuren. Uh, ja, wat meer richting de predictive maintenance kant. Um, ja, dat is eigenlijk wat we doen. Uh, ja, dat is eigenlijk wat we doen. Heel, heel kort gezegd. Um, ja, als er vragen zijn, dan hoor ik dat graag. En uh, even kijken, hoor. Kun je naast energie ook temperatuursensoren aansluiten? Bijvoorbeeld buitenlucht en binnenlucht. Ja, hele goede vraag. Um, nou, op dit moment uh, uh, monitoren we alleen het energieverbruik. Inderdaad, we zijn wel constant bezig met ontwikkelingen, maar we willen alles net als met het energieverbruik plug and play houden. Um, dus ja, we proberen eigenlijk per twee kwartalen, hebben we nu uh, eigenlijk als een soort target, proberen we een nieuwe sensor uh, uh, op de markt te brengen. We zijn nu dus bezig met een stukje predictive maintenance, waarbij we uh, trillingssensoren aan het testen zijn bij wat grote multinationals. Uh, dus waarbij we op verschillende assen kunnen gaan meten uh, bij de machines, waarbij we de dus stilval kunnen gaan voorspellen. Nou, dat is het project waar we nu mee bezig zijn. Dan verwachten we begin volgend jaar de sensoren ook echt uh, live te hebben op de markt. Um, en dit zou dan een van de, van de volgende projecten kunnen zijn. Maar op dit moment kunnen we dat, uh, kunnen we dat nog niet. Maar hopelijk uh, in de nabije toekomst wel. Oké, okay, maar het, het groeit door en ontwikkelt door. Je, ja. je noemt uh, grote bedrijven. Maar het is ook uh, kleinschalig als jij een machinefabriek hebt. En er staan er een paar flinke jongens te draaien. Een compressor of noem maar op. Ja. Uh, dan kom je ook al snel erachter. Zijn dat echt eye-openers voor de mensen waar jullie, uh, uh, waar jullie deze installatie aanhangen? Schrikken die zich zeg maar, door blubber van het energieverbruik wat ze op ongebruikte machines hebben staan? Ja, zeker. Ja, je, eigenlijk hoor je elke dag weer verschillende manieren van bedrijven hoe ze met die data omgaan. Uh, sommige bedrijven die gebruiken het inderdaad puur voor besparing, maar er zijn ook bedrijven die bijvoorbeeld het systeem gebruiken voor kostprijscalculatie, maar ook inderdaad bijvoorbeeld een machinemaker die een systeem kan gebruiken voor bijvoorbeeld benchmarking: oude en nieuwe machines met elkaar gaan vergelijken. Okay. Wat kost het? Wat is een break-even point als je een machine gaat uitzetten of aan laat staan, bijvoorbeeld een half uur? Want misschien kan je hem wel heel snel uitzetten. Maar misschien is het wel interessanter als je hem binnen dat half uur weer gaat gebruiken. om hem aan te laten staan. Ja, als je niet meet, dan weet je gewoon niet wat dat kost. Nee. En dan kun je daar ook geen trend in ja. vinden. En ja, ja, ook het onbelasterijen, wat ik al aangaf. Ja, ja, bedrijven schrikken echt. Uh, hoeveel duizenden euro ze we wel niet vinden. aan bijvoorbeeld een stukje uh, onbelasterijen. Uh, ja, idle power of standby power, zoals ja. ze dat zo mooi noemen, zeg maar. Dus uh, ja, kostprijscalculaties zien we ook vaak terugkomen. Uh, je geeft ja. gewoon inzicht in het circus. Ja, het is eerst gewoon meten is weten. Ik denk ja. dat dat het belangrijkste is. En dat heb je eerst, je hebt eerst die data nodig voordat je acties kan gaan uh, maken als bedrijf en vervolgstappen stappen kan gaan maken. Maar ik denk dat het eerste punt is meten. En vanuit daar, zeg maar, uh, zijn wij dan ook ondersteuning om zeg maar die vervolgacties te gaan, uh, gaan uitvoeren. Ja, Hebben heb ja. jullie al een, een sensor ontwikkeld die je uh, op je gasmeter kunt zetten, die telt of die, uh, die op een of andere manier ook dat ja. verbruik in beeld Ja, zeker. zeker. Uh, inderdaad, wat betreft het elektra verbruik hebben we deze kliksensor ontwikkeld. Wat betreft het gas en stoomverbruik. Ja. hebben we eigenlijk poolscounters ontwikkeld, waarbij we dus op een huidige uh, gas of watermeter bijvoorbeeld. Ja, water heeft ook tikken. Ja, kunnen we dus een poolscounter plaatsen, waarbij we dus het verbruik visueel inzichtelijk kunnen maken. Um, en ja, daar krijgen we ook heel veel vragen voor uh, van eigenlijk binnen bedrijven, ook van huidige bedrijven waar we bijvoorbeeld al uh, allereerst het elektraverbruik aan het uh, monitoren waren. Dus okay, uh, goed. Ja. En als laatste, en dan gaan we door naar de volgende, ja. uh, um, het is een plug-and-play systeem, je hebt je eigen omgeving eromheen waar ook je, 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 je consultants bij kunnen helpen. Maar is het ook te koppelen aan bijvoorbeeld andere systemen? Ik zie dat er hier in de zaal iemand zit die uh, uh, bedrijven helpt om hun energieverbruik te balanceren met opslaan en renewable en noem maar op. Uh, kun je ook de data exporteren? Ja, ja we hebben eigenlijk uh, ja, wat ik net liet zien: we hebben dus een uh, automatische. We kunnen tracking reports instellen zodat je wekelijks een rapport kunt krijgen. Mm -hmm. uh, je kunt zelf die data exporteren, maar we hebben ook SensorFact Connect. En dat is eigenlijk een. een, een ja, we kunnen een API laten aanmaken, om maar zo te zeggen. Waarbij we alle huidige data direct kunnen integreren in bijvoorbeeld een huidig ERP systeem of een Power BI, wat bedrijven op dit moment gebruiken. Dus dat is inderdaad. Uh, ja, die optie is er zeker. Um, maar. Mijn advies is altijd, het kan natuurlijk vanaf minuut 1, ja, maar laten, laten we eerst gaan kijken wat het jullie oplevert. Ja, wat, hoeveel centjes kost het en hoeveel levert het op? En dan kunnen we altijd nog die vervolgstap maken om zo'n API te gaan maken, zeg maar. ja, goed. En als mensen meer willen weten, jullie, jullie je contacten geven, zitten in de sheets die we ja. nasturen. Dus als jullie uh, energie genoeg hebben om erop door te pakken, dan uh, kun je Niel erin vinden. Niel, dankjewel. Ja, zeker. Super bedankt. Over nou, het applaus nu uh, hm. door heel Nederland. Um, Ton, mag ik jou vragen om uh, naar voren te komen? In de, uh, als je een beetje naar achter komt. In de introductie gaf ik al aan, ik heb bij de voorbespreking de fout gemaakt dat ik het over isolatie had. Nou, dat kan natuurlijk niet. Maar jij gaat uitleggen hoe het wel zit. En wat daarbij uh, de kracht van roofclicks is. Um, zodat je eigenlijk niet eens hoeft te isoleren. Maar je houdt het al buiten, toch? Heel goed. Zo vertel je het eigenlijk al helemaal. live. Kijk. En als we live zijn, dan zien we meteen ook die... Sheet, die uh, bij mij uh, ook zichtbaar is, daar staat roefkliks op, roefkliks, en het ligt in het gras. Dat is normaal niet zo. Normaal ligt het op een dak, want wat gebeurt er op een dak? Bijna overal in heel Nederland, en dan heb ik het over platte daken. En platte daken, dat zijn de daken die meer dan 600 miljoen vierkante meter in Nederland uh, behelzen, waarvan een fix gedeelte er al heel lang ligt. En daar komt de zonnestraling naar beneden, de straling die raakt het dak en dan verandert het in warmte. Dat is de reden waarom we dan aan de slag gaan. En dan gaan we aan de slag met isolatie, we gaan aan de slag op een andere manier. Maar stel je nou voor dat je er geen warmte van laat worden. Dan is er het volgende wat je kunt zien. Je ziet een gebouw het is helemaal wit aan de bovenkant. Daar ligt ons systeem. En dat betekent dat daar alle stralen van de zon worden gereflecteerd. Voor een zeer hoog percentage. En als die zoveel gereflecteerd wordt, dan betekent dat dat de temperatuur op het dak wat eronder ligt eigenlijk niet anders wordt dan de schaduwtemperatuur. En de schaduwtemperatuur is bijvoorbeeld. Als het een warme dag is, 27. Maar niet die 60 of 80 graden die het heel makkelijk kan worden op bitumen. Dat is een, ja, dit is een game changer, zoals we dat kunnen noemen. Het is gewoon omdenken, zoals de buren dat zeggen aan de oostkant. En dat betekent dat wij, als je daarop doorborduurt, de volgende conclusies kunnen trekken. Het dak dat uh, wordt niet meer echt warm. Dat betekent dat we bij gebouwen die er al bestaan geen vraag meer hebben of we daar een forse isolatie moeten gaan toepassen, want dat is niet meer nodig. Het betekent ook dat de dakbedekking die daaronder ligt die krijgt geen ultraviolet meer en die krijgt ook niet meer die hele hoge temperaturen. Dus dat betekent dat het dak daaronder eindeloos meegaat. Het is een ideale combi en daarom zie je dat ook hier op deze sheet zo duidelijk, om met zonnepanelen te werken. Want de zonnepanelen die voelen zich daar nog een stukje beter dan gewoon alleen maar in de zon. En daar horen uh, nog een paar voordelen bij, want de overheid vindt het heel fijn als gebouwen zo belegd zijn, want dan is dat stedelijk warmteeilandeffect lang zo sterk niet meer. Ja, en hier hebben we een paar goede redenen om er nu mee aan de slag te gaan, want het gas is alweer duurder. De energieprijzen die gaan door, letterlijk door het dak. We zien daar onderaan rechts een plaatje waarin we de huidige ontwikkelingen in het klimaat kunnen zien. En al dat rode dat is betekent dat het ontzettend warm is. En door die uh, energieprijzen zijn onze terugverdientijden enorm kort geworden soms al binnen een jaar. En het betekent ja, verder. Ja. Betekent dat we eigenlijk moeten zeggen van ja, als je er nou voor gaat zorgen dat overal roefkliks op ligt, dan hebben we in één keer een hele grote bijdrage geleverd aan energiebesparingen, gewoon ook als land. En we hebben het comfort binnen enorm uh, verbeterd. En dat betekent dat als we het even kort sluiten, je kunt zien, aanpakken bij de bron, dat is nu op een volledig andere manier gebeurd dan met isolatie. De volgende, ja, enorme besparing. Nou, de ROI van 1 tot 3 jaar, die wordt zelfs wel eens binnen het jaar gehaald. Het is een perfect binnenklimaat. En we. Combineren met PV-panelen en je hoeft de dakbedekking niet meer te vervangen. Dat is een hele fijne, want PV-panelen gaan meestal langer mee dan de dakbedekking. Dat maakt in dit geval een andersom, want de dakbedekking gaat nu langer mee dan de PV-panelen. Als er vragen zijn, dan ben ik nu al. Ja, ja, ik, heb... ik had gezegd dat het kort zou duren. Ja, kort, maar krachtig zelfs. Ton, dankjewel. Um winters heb je minder zon, Ja, ja. Um, maar ook dan heeft het zijn werking. Ja, dat klopt. Want in de winternachten, die steeds vaker heel helder zijn... ...daar heb je de zogenaamde nachtelijke uitstraling. En dat betekent, misschien hebben we dat ooit wel eens een keer gezien... ...dat uh, bij de buren, als je uit je raam kijkt op de garagedak, daar zie je ijs liggen. En dat was toch niet onder nul geweest. Nou, dat komt door de nachtelijke uitstraling. Daardoor daalt de temperatuur van het dak... Veel verder dan van de luchttemperatuur. Die nachtelijke uitstraling kan zelfs wel 10 tot 15 graden onder de luchttemperatuur komen. En wij blokkeren dat, want die nachtelijke uitstraling, ja, die uitstraling letterlijk die weerkaatst onder de roefkliks. En dan blijft die. Goed. Dus het wordt daarmee ook stabieler weer het, ja. Uh, het klimaat. Ja. Je hebt volgens mij zo'n zo unit bij kun je. Kun je wat laten zien? Zeker. Is het one size fits all? Dit is hem. Ja, dit is uh, hem. Hij zweeft boven het dak. Uh -huh. Dat zweven dat wordt verzorgd door de stukken waarmee we koppelen aan de hoekpunten, wordt gekoppeld. Yeah. En daardoor uh, is het een paar centimeter boven het dak. Dus dat wil zeggen dat we een luchtspouw hebben onder de roofkliks. En tussen de roofkliks is een hele kleine verticale spouw. Dus er kan een heel klein beetje luchtuitwisseling ook komen. Mm. En dat maakt het effect af. Oké. Okay. Nou ken ik plastic soorten of kunststof moet ik zeggen. Kunststofsoorten die, uh, die ja. er niet beter op worden als ze in de zon liggen. Ja. Hoe gaat dat hiermee? Nou deze kunststof is uh, UV ongevoelig. Dus het ultraviolet licht dat uh, heeft geen interactie met deze kunststof. En daarmee is ook uitgelegd dat de dekbedekking zo verschrikkelijk veel langer meegaat, want die heeft daar wel last van. Ja, ja. ja. Oké. Okay, en wat voor een bedrijf? Wie of wat legt dit op het dak? Is dat een installateur? Is dat een isolateur? Is dat een uh, doe het zelf? Uh, uh. Nou, wij laten het uh, maken bij de spuitgieten. Wij oh. hebben het zelf allemaal ontwikkeld en we hebben een eigen ploeg die het uh, aanbrengt. Okay. Ja. En het is wat dat betreft echt plug and play. Het is uh, contact opnemen, dak opnemen en uh, ja, ja, je kan. Even melden bij uh, .com. Ja, En dan uh, gaan wij we aan de slag. Okay. Nou, heb ik hier wel een opmerking van je, Maar ja, met, met isolatie hou ik ook de warmte binnen dat scheelt me stoken. Ja, maar dat is de opmerking voor, uh, voor de winter, ja. die steeds korter duurt. Eh, want eh, eigenaren van platte daken die zeggen, meneer, de zomer duurt wel acht maanden voor platte daken. Maar ik heb zo net al gezegd dat met die nachtelijke uitstraling dat dat geblokkeerd wordt. En die nachtelijke uitstraling is voor het grootste deel verantwoordelijk voor de eh, hoeveelheid warmte die je verliest door platte daken. Oké, okay, dan gaat je, je temperatuur van zeg maar 20 graden naar 17 of 14 of weet ik veel. Ja. En die hou je dan tegen? Ja. Oké, okay, mooi. Dat ben ik nog vergeten te vragen. Ja, wat zijn de ongewenste neveneffecten? Dus toch, kijk, we zoeken naar het positieve, maar we kijken toch ook wel naar de ne negatieve neveneffecten. Bijvoorbeeld sneeuw die niet meer van de verkeerslichten smolt, toen de gloeilampen werden vervangen door ledlicht. Vind ik wel een mooie, oh ja. mooie analogie. Ja, dat is wel een hele leuke. Nou, als er sneeuw op komt, dan heb je normaal gesproken het probleem op je dak dat de sneeuw overdag tegen het dakmembraan aan smelt en s'nachts weer bevriest. Dat is heel vervelend, want ijs en het dak hebben verschillende werking en daardoor ontstaan er vaak scheuren in de dakbedekking. Dat zou je niet willen. Nou, dat klopt, want de sneeuw die blijft op de roofclicks liggen. En op de roofclicks, ja, dan mag het wel smelten, maar dan gaat het als smeltwater meteen weg. En als het niet smelt, dan heeft het nog een kans, dus als het echt koud is en blijft, dat het beter verwaait dan wanneer het meteen contact met het dak heeft. Nou, en dan hoop ik dat de guest, want hij staat niet bijna erbij, daar een goed antwoord mee op heeft op zijn vraag. Dankjewel. Als mensen meer willen weten, ook hiervan sturen we de sheets naar. Uh, uh, je kunt op proeflicht.com kijken. En uh, nou, het is misschien een mooie, uh, mooie brug naar de volgende sprekers, die met uh, uh, warmte en elektriciteit uit de lucht uh, gaan halen, uit de zonnestralen gaan halen. Ik leg deze hier neer. Als jij de microfoon overgeeft, dan pak ik de klikker van de grond af. Deze is voor jou. Deze is voor mij, perfect. Jan-Willem, jij bent van uh, Ventveld. Klopt. En jullie, hebben, jullie halen energie uit de lucht met zonne, uh, zonnepanelen, maar dat gaat even verder. Zonthermische buis. Zonthermische, zie je? Ik kan het ja. eerst normaal zeggen. Ja. Ga je gang. Ja. Dankjewel. Ja, mijn naam is Jan-Willem Monink, Ik ben uh, Managing Director van, van Ventveld. Uh, na een carrière van 27 jaar in de financiële dienstverlening... Uh, dacht ik op een gegeven moment, wat ga ik nu doen? Ik heb natuurlijk met mijn 56 lentes een enorme footprint achtergelaten. En toen kwam ik uh, de zonthermische buis tegen van Wemveld. En ik denk, wat een prachtig ding is dat. Daar moet ik meer van weten. Um... En dat heeft ertoe geleid dat ik actief ben geworden binnen dit bedrijf. en inmiddels me druk maak over klimaat. maar ook over de gasrekening, elektriciteitsrekening. energierekening is de algemeenheid van onze klanten. Want die gaat door het dak. Dat is een van de redenen waarom we überhaupt nu bij elkaar zijn. En ik kan meer vertellen over welke oplossing we bieden. om dat te lijf te gaan. En nog even een klikje. En dat doet hij het ah, iets te snel. Nou, wat we geloven is dat energie schoon, herbruikbaar en economisch passend moet zijn. En vanzelfsprekendheid denk ik voor het MKB-publiek waar we vandaag mee spreken. Um, maar hoe groen je ook bent, de CFO van een onderneming heeft toch altijd een verantwoordelijkheid, merken wij. Dus de terugverdientijd van elk initiatief wat op dit moment de revue passeert, dat is gewoon een belangrijk item. Maar het wordt inderdaad steeds belangrijker om natuurlijk ook die klimaattransitie vorm te geven. Dus dat gaat hand in hand. Binnen uh, Ventveld hanteren wij drie productgroepen. In de eerste plaats Virtu, waar ik straks wat meer over zal vertellen. En passant komt ook superkoeling voorbij. Waarom is dat zo interessant? Die vraag zal ik zo beantwoorden. En we werken ook met brandbeveiliging. Dus daar waar PV-installaties op daken zijn uh, bevestigd. en de verzekeraar ziet daar een groot brandrisico. Dat is best wel regelmatig aan de orde van de dag. Dan hebben we daar een oplossing voor via Soladec. Maar het ontbreekt dan tijd vandaag om daar dieper op in te gaan. Dus we beperken ons tot Virtue en superkoeling en passant. Nou, dit is dus de buis waar ik zo verliefd op ben geworden. Um, hij is ontwikkeld door Naked Energy, dat is ook de IP-houder. Dus wij zijn distributeur voor uh, de Benelux en meer specifiek kijken op dit moment naar Nederland. Maar de IP ligt in Engeland. En dat is een spin-off geweest van de Imperial College of London. Tien jaar voorbereidingstijd voordat uh, time, time to Market was gerealiseerd. En uiteindelijk wordt hij gedistribueerd ook in Nederland. En dat doen wij vanuit Ventveld met plezier. 53 patenten maar liefst zijn terug te vinden op, uh, op dit product. En één van de belangrijkste is de Spiegel. Die zie je links op, uh, op de sheet. En die spiegel zorgt ervoor dat door de instraling van de zon er maar liefst 40% op piekmomenten meer rendement kan worden gerealiseerd dan wanneer je dat niet zou hebben. En over het hele jaar gerekend levert deze buis uiteindelijk 15% meer rendement op door deze vinding die is gekoppeld aan deze zonthermische buis. Jullie zien twee exemplaren op uh, de slide staan. De rechtse is met zonnepaneeltjes, 12 stuks om precies te zijn. Dat noemen wij de PVT-versie, maar waar we primair actief mee zijn is de HOT-versie. Daar waar slechts warmte, of alleen maar warmte, uh, wordt geleverd. Um, nou, als je het dan hebt over wat levert die dan precies op? Denk bij de HOT-variant aan 400 kW thermisch vermogen per jaar. Denk bij de PVT-variant aan 275 kW thermisch vermogen per jaar, aangevuld met 85 kW elektrisch vermogen. Belangrijk is dat deze buis vacuum is. Dus op het moment dat je een hoge temperatuur realiseert binnen die buis, en die temperatuur die vrij makkelijk gerealiseerd kan worden, is een constante van 90 graden en soms zelfs meer. Als je de hand op die buis legt, voel je dus alleen maar de omgevingstemperatuur. Dat is een belangrijk aspect. Nou, wat levert die op? Denk aan besparing in gastermen ongeveer aan 45 kub. gemiddeld per jaar per buis. En als je hem in de CO2 terug zou willen brengen, dan hebben we het hier over ongeveer. Nou, wat zal het zijn? Ongeveer 75 à 80 kilo CO2-besparing per jaar. Kosten, altijd relevant. Hè? Ik gaf wel even aan: de CIVO heeft altijd een belangrijke rol in dit spel. De linkerversie, de hot variant, gaat op dit moment over de toonbank voor 315 euro ex-PTW. En de PVT-variant, die is iets kostbaarder, die gaat over de toonbank voor 430 euro per stuk ex-PTW. Dan ben je er nog niet, zeker gelijk bij installatiekosten. En al dat soort zaken meer zorgen ervoor dat je moet rekenen aan een investering van ergens tussen 600 en 800 euro per buis. All in, inclusief buffervaten, want dat is een belangrijk aspect. Net wat al even gezegd dat in de wintermaanden wellicht minder wordt geproduceerd. Dat geldt ook voor deze oplossing, simpelweg omdat je nou ja, simpelweg minder zon en daardoor minder licht hebt. Er kan nog steeds prima 35, 30, 35 graden worden geproduceerd. Dus als je het hebt over toepassingen in ruimtes voor ruimteverwarming, dan kan dat nog steeds heel goed. Maar de hoge temperaturen om bijvoorbeeld tapwater te verwarmen, die haal je dan niet. En daarom zoeken we vaak samenwerking met PV, euh, met de warmtepomp. Euh, Combinatiemogelijkheden zorgen uiteindelijk voor onze klant voor de best mogelijke optie. Waardoor zijn hele installatie in evenwicht is. Euh, ik denk goed om eventjes te schakelen naar een... Filmpje, waardoor dit verhaal wellicht nog wat duidelijker wordt voor het publiek. Virtuus veelzijdige en modulaire ontwerp maakt installatie en onderhoud makkelijker en goedkoper. Elke buis wordt geleverd met zijn eigen individuele montagesysteem, wat tijd en materiaal bespaart. Elke rijopstelling heeft een extreem laag profiel wat zich slechts 25 centimeter van de daklijn bevindt. Hierdoor worden potentiële planningsproblemen en windschering aanzienlijk geminimaliseerd in vergelijking met conventionele producten die op rekken zijn gemonteerd. Om optimale prestaties op een bepaalde breedtegraad te garanderen, wordt elke buis naar de zon gericht om schaduw in de winter te voorkomen. Om de zomeroutput bij een hoogstaande zon te maximaliseren Vangt een reflector de zonne-energie op. Deze zou anders de buizen hebben gemist, waardoor de piekprestaties met maar liefst 40% worden verhoogd en de jaarlijkse gemiddelde opbrengsten met zelfs 15% verhoogd worden. Het vacuüm in de buis vermindert de thermische verliezen aanzienlijk, waardoor Virtu hogere temperaturen kan leveren voor warm water en proceswarmte, zelfs in koudere klimaten. Het vacuüm beschermt de PV-cellen ook tegen vocht, terwijl de temperatuur door de zonneabsorber op een actieve manier constant gehouden wordt. Dit kan de elektrische piekprestaties verhogen en de levensduur van de cellen verbeteren. De unieke combinatie van design-elementen creëert een geheel nieuwe categorie voor zonnewarmte en stroom. Virtu levert de hoogste energiedichtheid ter wereld voor uw dak. Ja, die ja, dus ook, uh, voor mensen die, het team te creen, en, uh, die over, zeg maar. Die zijn op onder, zijn onderweg. Dat is gewoon een slechte verbinding, dus die zijn nog uh, Ja. Uh, ik, ik heb een belangrijke vraag aan je. Wist jij dat er één specifiek ja, is orgaan is in je lichaam. dat. Voor... Ja, het gaat over organen in lichamen. Dat moet toch echt een andere presentatie zijn. Um, <laughs> het volgende webinar begrijp ik zojuist. Oké, okay, prima. Nou, wat is wat dus belangrijk is, waar pas je dit nou toe? Hè? Uh, nou, wat we in, bij onze klanten veel zien, is dat de ruimteverwarming met name uh, uh, een interessant aspect is om uh, deze toepassing op los te laten. Uh, proceswarmte. ik zal er straks nog wat langer bij stilstaan. Maar ook in de leisure zien we deze oplossingen steeds vaker terugkomen. Enerzijds om bijvoorbeeld zwembaden te verwarmen, uh, anderzijds om om ook huisjes te vormen van leisure parken. We hebben daar, denk ik, zometeen nog een mooi voorbeeld van. En je ziet hier de veelzijdigheid in deze slide ook terug. Dus het is niet alleen het dak wat maximaal benut kan worden. of dat nou schuin of plat is of een grondopstelling, dat maakt niet uit. Maar ook wanden, die worden benut om deze uh, toepassing zo maximaal mogelijk te laten renderen. Dus dan krijg je een nog net wat gunstigere uh, verhouding naar de zon toe. waardoor het rendement nog wat verder toeneemt. Architecten verschillen hierover van mening hoor. De ene vindt het prachtig, de ander vindt het afschuwelijk om te zien. Maar over smaak valt het. Natuurlijk niet te twisten, maar de veelzijdigheid is, uh, is groot. Nou, de perfect match is een kwestie van zoeken, dimensioneren, van geval tot geval uh, verschillend. Je ziet hier een aantal voorbeelden, ik noem dan even dus de verwarming, heating, maar ook uh, de industriële processen zijn hier relevant. Voorverwarmen bijvoorbeeld van warmteprocessen, dat kan perfect via deze uh, oplossing uh, uh, vorm krijgen. Ik denk dat ik naar de volgende slide kan. Ja, dat kan nu wel, hè? Ja, perfect. Hier zie je nog wat overzichten voor de rekenaars onder ons als het gaat om een stukje performance. Je ziet dat uh, die maximale 400 kilowatt thermisch vermogen hier linksboven staan. Ik denk dat het te ver wordt om die helemaal in de tijd door te spreken. Maar de specs worden nagestuurd van, uh, van onze oplossing. Zo, en als daar vragen uit ontstaan, zijn die uiteraard hart, van harte welkom. En zullen we die beantwoorden. Een paar zaken uit de praktijk. Hier zien we een voorbeeld van London Green Parks, waar wij een, een pilot hebben gedaan en waar we nu het vervolg mee aan het uitwerken zijn. Hier zie je dus het buffervat waar uiteindelijk de warmte in wordt opgeslagen. Uh, en hier zijn ze bovenop het dak gelegd. Nogmaals, in, in deze pilotfase was dat geen uh, bezwaar. We zien een voorbeeld van proceswarmte in, in het midden, daar waar. In dit geval in de meelwormindustrie, waar uiteindelijk eiwitten uit worden gewonnen. De voorverwarmingsprocessen doen wij hier met de zonthermische buizen. En aan de rechterkant, het plaatje, zien we een bedrijfspand waar een enorme besparing wordt gerealiseerd aan gaskosten. Als het gaat om puur het terugbrengen van gaskosten door verwarming. Ja. Hier een voorbeeld in de praktijk waar we een oude zonthermische installatie hebben opgeruimd. In dit geval stond deze installatie al twintig jaar op het, op het dak. Um, een groot geheel met weinig rendementen uiteindelijk. En die hebben we vervangen door een veel efficiënter werkende oplossing die hier terug zit op, op deze slide. En tenslotte ook hier de buffervaten die daar worden toegepast. En nogmaals, hoe hoger het water in de buffervat wordt opgeslagen, hoe hoger de temperatuur ook is... En hier zien we een voorbeeld van een, een oud Rabo-pand waar we uh, de installatie hebben gebouwd. 350 van deze buizen zijn op het dak gegaan. En even voor jullie uh, informatie, dat levert ongeveer een reductie op van 16.000, 17.000 kuben aan gas. Maar een belangrijk element is de koelmachine. En dan kom ik nog even terug op superkoeling, wat, uh, wat ik en passant zou noemen zoals net gezegd. Hier zien we dat de warmte die... Wordt gegenereerd door de buizen. En juist op de zomerdag genereer je soms ook wat te veel. Hier wordt de warmte aangewend als drijver voor een koolmachine. Een absorptiemachine om precies te zijn. Die uiteindelijk de elektrisch aangedreven airconditioning van dit bedrijf gaat vervangen. En daarmee nog eens 120.000 kWh aan elektriciteit van de rekening wegstrijdt. Dus praktische voorbeelden waar jullie als toehoorders wellicht wat aan hebben. En als daar nog andere vragen uit voortkomen, met plezier. Mailen kan altijd, maar de telefoonnummers staan er niet voor niks bij, want de beller is sneller. Dankjewel. Ja, willem dankjewel. Uh, Mochten er vragen binnenkomen, dan, uh, dan vallen die mij gewoon in de reden. Ik stond klaar met een vraag van waarom gaan bedrijven dit nou kiezen ten opzichte van zonne conventionele zonnepanelen. Maar ja. die laatste sheets, daar ga je, je gaat van warmte ook kouder maken. En met de elektriciteit die opwekt kun je ook nog eens een keer je, je ouderwetse ja. HVAC gaan vervangen. Exact, dat kan ook. Uh, elektriciteit, het is afhankelijk van de individuele vraagstukken mm -hmm. natuurlijk die voorliggen. Wat we niet zelden zien, is dat de hot variant in combinatie met een PV-oplossing, de dus zonnepanelen, hè, de traditionele, zoals we zeggen inmiddels traditioneel, maar zo lang bestaat het nog niet. Ja, goed, ja. Uh, maar die combinatie wordt gezocht en uiteindelijk gaat het natuurlijk om het beste rendement voor de klant. Ja, en hoe bepaal je dat? Ga, uh, gaan jullie langs. Kijk je naar de... Een klant heeft bepaald waar zijn energieverbruik vandaan zit. Ja. Die grijpen we weer even terug. Ja. Uh, die heeft er al wat aan gedaan om, uh, om zijn klimaat stabiel te houden. Ja. En dan? Dan ga je kijken waar de behoefte zit en hoe, hoe de ligging van het pand is en zo. Ja, hoe, hoe werkt oh, eigenlijk zijn dat dezelfde afwegingen die je met PV ook maakt. Hè? Ja. Want op het moment dat je een, een hele rij dikke bomen voor je pand hebt staan. die uh, voor schaduwwerking zorgen, dan zal het effect wat minder zijn. Ja. Uh, Deel Hullegid is ook bij me vandaag. Uh, senior uh, uh, projectontwikkelaar binnen, uh, binnen Venveld. Die is vaak de gesprekspartner om die details verder uit te werken. Maar uiteindelijk gaat het om wat is de wens om gas te reduceren? Wat is de wens om elektriciteit te reduceren? En dan zoeken we uiteindelijk de meest. Uh, de best passende oplossing om uiteindelijk hem in balans te houden yeah. en ook de terugverdientijd, want die blijft relevant uh, om die uh, scherp te houden. Ja. En juist als je de combinatie zoekt met koeling, dan zien we dat die terugverdientijden ruim onder de drie jaar kunnen uitkomen. Sorry, onder de, om de drie jaar. Zo dan, ja, dat gaat echt snel. Okay. Maar goed, um, weet je, enerzijds is het klimaat een drijfveer, anderzijds worden we gedwongen. Door de actualiteit. Ja, jullie ja, hebben een uh, hele agressieve marketingcampagne om die prijzen zo op te voeren. Dat uh, ja. en de energie. Ja, dat, Helpt het? Uh, ja. Oké, okay, goed zo. <laughs> um, ho, hoe groot is zo'n buis? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat zijn de, wat zijn de afmetingen? Goed, ik wist dat ik wat vergat in uh, mijn uh, verhaal. Uh, de buis in de breedte is 2,16 meter, 16, yeah. inclusief de aansluitpunten. Uh, de dikte van de buis is 30 centimeter. Mm -hmm. uh, het glas zelf is 3,3 mm. Keihard glas. Ja. Uh, bedoel, uh, er is een keer een strijker tussen gegooid en er gebeurde echt helemaal niks. Nee, hagel heb je ook last van? Hagel hebben we inderdaad geen last van. Uh, dat, uh, de, het gewicht is ook nog relevant, hè? want kan een dak een dergelijke constructie dragen. Dat is ja. natuurlijk vaak een hele vraag, Ook uh, als het gaat om de constructie. En dan moet je denken aan 19 kilo, inclusief de vloeistof. Ja. Waarbij water vaak wordt gemengd met glycol. Enerzijds om bevriezing uh, tegen te gaan, anderzijds om het efficiënter te laten werken. Uh, en per vierkante meter rekenen met 25 kilo, dan zit je al goed. Ja, nou ja, ik heb wat zonnepanelen op mijn dak laten leggen. Ja. Daar werd in de constructie, ook op mijn schuur, in de constructie werd nog 60 kilo steen neergelegd om te voorkomen dat ze wegwaaien. Dat heb ja. je hier ook minder nodig. Ik. Dat heb Omdat je hier niet nodig. Uh, ballasteren is het, het mooie ja. woord daarvoor. Je zou het kunnen toepassen. Dus de rekken waarop wij de beuzen plaatsen... Ja. is ruimte voor ballasteren. Uh, boven de 17 meter moet dat. Uh -huh. uh, in gebied 0. En ik weet niet of Rotterdam in gebied 0 valt. Maar het zal niet veel schelen. Want langs de kust heb je het over gebied 0. Gebied nul heb je. Heb ik ook. Ja, dat is, dat is echt wat anders. Ja. Um, maar dan moet je wel ballasteren. Ja. En dan uh, moet je dus ja. snel aan denken. Aan tussen de 15 en 20 kilo extra. Ja, oké. Okay. Maar, dus maar dat, of je dat nou conventionele PV doet of dit. dan moet je dat ik het sowieso kunnen hebben. Dus daar. Dat, ja. dat maakt niet maar er uit. wordt wel eens gedacht dat het zwaarder is dan de conventionele PV. En ja. dat, dat valt in de regel valt het mee. En de energieopbrengst per vierkante meter vergeleken met conventionele PV? Nu hou je licht en warmte, of ja. elektriciteit en warmte eraf. Ja. Uh, we kunnen hem in allerlei opzichten kunnen we meten. Je kunt ook naar, naar CO2-reductie kijken, ja. bijvoorbeeld. En dan heb je een derde van de dakruimte nodig vergeleken met een reguliere uh, traditionele PV-installatie. Mooi. Ja, cool. Daar zijn we ook heel trots op. Heel goed. Nou, Er stonden uh, contactgegevens achter in, op de laatste sheet. Ja. Er wordt ook om gevraagd, die sturen we jullie toe. Dus als mensen ja. meer willen weten, deel. Of Jan-Willem, uh, jullie zijn bereikbaar voor goede vragen en, Zo, ja. uh, en, en mooie oplossingen. Perfect. Dank je wel. We hebben het gehad over uh, je energieverbruik meten. Uh, uh, om te zorgen dat de energie in je pand niet binnenkomt. Om uh, uh, de boel op te warmen of juist de uitstraling te voorkomen. Je kunt zelf je energie en warmte opwekken. Maar je gaat ook naar buiten. Dus uh, je, je wagenpark, dat uh, is ook een verbruiker. En om te kijken wat daar mogelijk is, uh, Liever Denot van Mobility Heroes. Jullie verzorgen bij ons ook het, het rijden te uh, gebeuren. Wat kan jij voor het MKB uh, betekenen om uh, te verduurzamen? Ja, daar ga ik jullie vandaag uh, alles over vertellen. Goedemiddag, mijn naam is Liever Denot. Ik ben directeur-eigenaar van Mobility Heroes. Achterin volgens vertel ik jullie vandaag over hoe wij werken. Daarnaast vertel ik u wat over de voordelen van het verduurzamen van uw wagenpark en hoe u dat kunt aanpakken. Ik bespreek twee succesvolle praktijkcases met u en we sluiten af met wat feiten over elektrisch rijden. Ik heb hier de eerste slide. Als wij kennis maken met onze klanten, maken wij in eerste instantie een analyse van het wagenpark. We kijken welke auto's er rijden, wie er met die auto's rijden. En hoe die auto's worden gebruikt. En we kijken ook of al die auto's wel nodig zijn. Als we dat gedaan hebben, kijken we naar het beleid. We zien nog steeds vaak, helaas vaak, dat er geen beleid is op het gebied van auto's. En als er al beleid is, is dat vaak gedateerd. En stond dat bijvoorbeeld uit 2014, is dat niet meer up-to-date. Dat draagt dus niet bij aan het verduurzamen van uw wagenpark. Als dat gebeurd is, kijken we samen met de bepalers en de gebruikers van de auto. Hoe wij deze auto's voor u kunnen vervangen, dus de traditionele auto's kunnen vervangen voor elektrische of auto's op waterstof. En we helpen u met de ondersteuning voor het regelen van laadpalen en laadpassen, zodat uw medewerkers onderweg ook prima uit de voeten kunnen. Maar ook belangrijk om te vermelden, vind ik vandaag, dat uh, we niet altijd geloven dat een auto vervangen voor een auto de oplossing is. Leuk voorbeeld, in Rotterdam zit een van de Nederlands grootste accountantskantoren. Daar kreeg tot twee jaar geleden iedere instromer verplicht een auto van de zaak. Maar als jij in hartje Rotterdam woont en je moet naar de boompjes toe, dan hoef ik u niet te vertellen dat het huren van een parkeerplaats voor deze auto, uh, of het kopen van een parkeerplaats voor deze auto, heel duur is. Daar zit niet iedere medewerker meer op te wachten tegenwoordig. Dus wees ook met uw mobiliteitsbeleid. Uh, breed en kijk naar, ook naar andere oplossingen. Inmiddels staan er in Nederland duizenden elektrische deelauto's... waar je met een hele gemakkelijke app gebruik van kunt maken. Je kunt ook denken aan het implementeren van een fietsliesplans voor uw medewerkers... of het faciliteren van een goede OV-kaart. Wat zijn nou de voordelen van het verduurzamen van een wagenpark? U kunt enorme kostenbesparingen realiseren op uw wagenpark. Op dit moment gaan de stroomkosten niet helemaal op... Ik had de presentatie voorbereid in de komende van de week. Een verhaal van de ANWB dat het rijden op benzine op dit moment iets goedkoper is dan het rijden op een elektrische auto. Maar in normale tijden is een elektrische auto een stuk goedkoper dan een auto op benzine of diesel. Een ander voordeel van een elektrische auto is dat u geen aankoopbelasting de BPM hoeft te betalen. En als u als ondernemer de auto aanschaft, u zelfs 21% van de B2 kunt terugvorderen. En dat is op zo'n auto een behoorlijk bedrag. Los daarvan heeft u geen wegenbelasting. En u draagt bij aan het milieubewust ondernemen binnen uw organisatie. En u werkt aan het duurzaam imago. Wat leuk is om te vertellen voor uw medewerkers, om ze enthousiast te maken. Uh, heeft iemand normaal budget voor een benzine Scode Octavia? Dan kan hij vaak een segment hoger kiezen voor een elektrische auto. Dat komt omdat het ROB-cijfer van een elektrische. Ik praat dan over reparatie- en onderhoudscijfer, Van een elektrische auto veel lager is dan van een benzine. Auto, dat komt omdat er bij een elektrische auto geen draaiende delen onder de motorkap zitten. Uh, u heeft alleen onderhoudskosten aan het vervangen van banden, uh, het bijvullen van de vloeistoffen en wat ruitenwissers. En ik vergat bijna de remblokken, die zijn ook belangrijk. Maar de onderhoudskosten zijn een stuk lager dan van een benzineauto. Ook is de restwaarde de afgelopen jaar flink toegenomen. Dat komt door de steeds grotere vraag vanuit de particuliere markt voor een elektrische auto en de subsidiepot die is ter beschikking is gesteld door de overheid. De restwaardes stijgen daardoor, waardoor de leaseprijzen dalen. Dus op, zich, op dit moment is het dus hartstikke leuk om met een elektrische auto te rijden. Graag bespreek ik ook vandaag met u twee succesvolle praktijkcases. Een van de oudste klanten van ons is Fris en Rijn. Fris en Rijn is een schoonmaakorganisatie geconcentreerd in de Rijnmondregio. Toen onze samenwerking in 2015 startte, reden daar alleen nog maar benzine en stinkende dieselbestelauto's. Uh, Rijn kwam bij mij terecht met de vraag van hoe we het wagenpark konden verduurzamen. Op dat moment, in 2015, waren er slechts twee elektrische auto's beschikbaar die maar 100 kilometer ver kwamen. Dus toen hebben we naar een tussenfase gekeken. Dat was op, dit, op dat moment was het het inzetten van hybride voertuigen. Zo konden de medewerkers alvast een beetje wennen aan het deels opladen van hun auto. Een aantal redenen voor Friesen Rijn om naar de elektrische te gaan. Dat zij steeds vaker in, het, in een aanbesteding werd gevraagd, euh, wat doet u er als ondernemer aan om duurzaam bezig te zijn? Daar kun je punten mee verdienen. Nou, zij konden daar niets op opvoeren destijds en kregen daar dus ook geen punten voor en verloren de aanbestedingen. Nou, euh, dat was een van de redenen om het wagenpark te verduurzamen. Inmiddels is het zo dat er in alle segmenten een geschikte elektrische auto te krijgen is voor Friesenrein. Van de supervisors in het kleine segment tot de medewerkers in het veld die met bedrijfswagens rijden. Hieronder zie je een voorbeeld van een elektrische bestelbus. waar dagelijks een ploeg mee op pad gaat om een bedrijf schoon te maken. Inmiddels is 80% van dit wagenpark elektrisch. ander succesvoorbeeld van de samenwerking is Stone. Stone is een detacheringsorganisatie in Capelle aan de IJssel. Uh, onze samenwerking is sinds 2014. Op dat moment reden alleen nog maar benzine- en hybride auto's. Het is ook belangrijk dat als u uh, duurzaamheid wil aanmoedigen in uw bedrijf, dat u beleid maakt. En dat in het beleid van Stone is dat heel duidelijk vermeld: dat iedereen die daar komt werken, altijd een elektrische auto moet rijden. En als je dat niet wil, dan ben je niet welkom bij Stone. Dus het beleid vanaf bovenaf is al zo bepaald. En dat zorgt ervoor dat de medewerkers die daar komen werken, echt voor het bedrijf kiezen. En voor de opdracht die ze krijgen. En dus ook de elektrische auto krijgen. Wij helpen binnen deze organisatie de medewerkers met hoe zij met de elektrische auto moeten omgaan. Welke handige apps je daarvoor kunt gebruiken. Uh, en helpen ook bij het uh, realiseren van thuislaadpunten en laadpassen, zodat men onderweg prima kunt laden. Als slot van mijn presentatie heb ik nog een aantal feiten die ik met u wil delen. Belangrijk feit is dat er in 2025 in de meeste grote steden. zero-emissiezones worden uh, opge opgewerkt. Dat houdt in dat in 2025 uw medewerkers niet meer met een diesel- of benzineauto de grote stad in mogen. Dus bezorgt u pakketjes of heeft u een opdracht in de aannemerij in een grote stad. Uw medewerkers mogen niet meer met de benzine of dieselauto de stad in. Er komt nogal een kleine overgangsregeling voor auto's die net voor 2025 zijn aangeschaft. Maar sorteert u er vast op voor dat dat in de toekomst het niet meer mag. Alleen maar met elektrische auto's of auto's op waterstof. Elektrische auto's zijn goedkoper dan diesel en benzine. Nou, normaliter, daar heb ik al eerder informatie over gegeven. Uh, we kijken daarbij natuurlijk niet alleen maar naar de laadkosten van de elektrische auto, maar ook naar de onderhoudskosten en de verbruikskosten van een elektrische auto die veel lager zijn dan van een benzine- of dieselauto. Laden duurt langer dan tanken. Ja, dat is zo. De batterij gaat lang mee, plus een lange periode garantie. We krijgen heel vaak bezwaren. En als de batterij kapot gaat. De autoleveranciers geven vaak 7 tot 10 jaar garantie op de batterij. Dus daar hoeft u zich geen zorgen om te maken. En de actieradius. Vier jaar geleden was een elektrische golf, helemaal de bom in Liesland. Die kon wel 200 kilometer rijden. Inmiddels is dat zwaar achterhaald. En kunt u makkelijk auto's vinden die 400 of 500 kilometer kunnen rijden. Dus de ontwikkeling gaat ontzettend hard. En uw medewerkers kunnen steeds beter uit de voeten met een elektrische auto. En er zijn natuurlijk steeds meer keuzes gekomen qua elektrische auto. En er komt nog heel veel aan de komende jaren. Er komen een aantal veelbelovende merken uit China. Uh, en wat mooi om te vermelden is, volgend jaar komt de auto van Lightyear... op de markt. Dat is een bedrijf ontstaan uit studenten van de TU Eindhoven. Die uh, naast het feit dat hij elektrisch is, zonnepanelen in het dak heeft. En daar uh, komt de productievariant van op de Nederlandse markt. En hoef je maar vijf keer per jaar dat op te laden aan een laadpunt. Dus houd dat ook in de gaten. Hele interessante ontwikkeling. Uh, ander belangrijk feit is dat Nederland heeft het grootste aantal laadpunten van Europa. Ik krijg heel vaak te horen. Waar moet ik dan opladen? Kan dat wel. Maar u zult zich, ik denk dat Mark ook al kan beamen, dat het rijden met een elektrische auto prima gaat. Nou, ik bedank u voor uw aandacht. Ik weet niet of er al vragen zijn. Uh, nou, die, die heb ik anders wel. Uh, um, als je kijkt naar de total cost of ownership, dan win dan je het gewoon veruit. Ook met die hoge brandstofkosten nu, van, ook voor hoge elektriciteitskosten zelfs. Ja. Uh, uh, is het voor het bedrijf goedkoper omdat je uh, minder wegenbelasting, andere bij. Geen wegenbelasting. Geen, nou, allemaal, zeker ja. minder. Bijtelling is anders, dus echt wel gunstig. Hebben bedrijven dit door? Weten bedrijven, of de, de, de fleet of noemen ze een functie, hebben die door wat er allemaal al te koop is op dit gebied? Nou, daar verbazen we ons nog wel eens over. Hè, dat mensen niet weten van bepaalde types uh, ja, die beschikbaar zijn. En we krijgen vaak te horen: maar een elektrische auto is toch hartstikke duur? Want je moet je ook realiseren dat als je als ondernemer de auto koopt... de auto heeft geen BPM, dus het gedeelte BTW is heel hoog. is 21%, dus je krijgt op de aanschafprijs al volledig 21% terug vanuit de BTW. Uh -huh. En daarnaast heb je geen wegenbelasting. Uh, nou, de restwaarden stijgen op dit moment. Hè. Dat was ook altijd een beetje een zorg van veel ondernemers. Van ja. wat is mijn auto over een paar jaar waar? Maar de vraag gaat zo toenemen naar elektrische auto's... daar hoeft je echt geen zorg om te maken. En ook de leaseprijzen zijn vanwege al deze factoren dus... Ja, Echt interessant en goedkoper, inderdaad. Ja. En dan even typische Hollandse sleur de vraag: Nederland is kernenland. Alpenkroitzer ja. of, uh, Alpen of dat je vroeger. Hoe, hoe gaat dat? Want ik kan, ik kan nu, ik heb een, een KIA, een hele mooie Kia Niro. Uh, maar de, de, als ik er een trekhek achter zet, dan is het voor een Twinelood. Hoe, hoe, ja. hoe is dat op de klop? Nou, er zijn inmiddels wel wat modellen. Ik had hem eigenlijk even aan mijn slide toe moeten voegen. Maar er is een, bijvoorbeeld de een Kia EV6. Wellicht kent u dat model. Uh, mag 1200 kilogram trekken. Dus ook daar kan een trekhaak achter. Uh, u komt dan op dat moment wel wat minder ver, natuurlijk, met de auto. Omdat die een stuk zwaarder is. De combinatie is zwaar. Dus u moet wat vaker bijladen. Maar ik heb een klant die gewoon van de zomer naar Zuid-Frankrijk is geweest. Met de Sleurut. Dus ook daar neemt de ontwikkeling steeds verder toe. Dus het is wel belangrijk om te weten dat de trekhaak vaak af de fabriek al gemonteerd moet worden. Dat heeft met de plaatsing van de accu's onder de auto te maken. Dus houd daar rekening mee. Sommige modellen kunnen wel achteraan. Maar houdt u er rekening mee. Maar goed, het kan. Daar komen we op neer. Zeker het kan, je, ja. het, en, en het gaat steeds meer kunnen. Nou goed, dus de, de kosten zijn lager. De impact voor het milieu is veel lager. De restwaarde is hoger. En je kan er ook nog je sleur mee nemen op de duur. Absoluut. Nou ja, hele goede redenen. Ja, ook jouw gegevens staan in de sheets. Ja. Heel goed. Dank je wel voor je presentatie. Bedankt Jullie voor allemaal, de uitering. Ik kijk even buiten beeld. Jullie allemaal bedankt voor je, voor je kennis, inspiratie en, uh, en je presentaties. We sturen de sheets na. We hebben dit ook opgenomen en zullen het ook delen. Met de mensen die zich hebben aangemeld voor dit webinar. Um, hou de website van Itings in de gaten voor de vervolgende. Over twee weken hebben we er eentje over anders ontwerpen. En twee weken daarna kijken we naar circulair uh, uh, voor de maakindustrie en de maritieme sector. Voor nu heel erg bedankt en hopelijk tot ziens, live of online, op een van de volgende evenementen. Tot snel.